Hoi, ik ben Rick van MBA Mediawijs en in dit filmpje ga ik jullie vertellen over de tool Slack. Slack is een handige tool voor teamcommunicatie. Of je nou in een docententeam zit, in een managementteam of in een sportteam. Slack kan je helpen om de communicatie te optimaliseren. Slack is bijvoorbeeld handig om als docent met je stagebegeleiders in contact te blijven. Zo kun jij makkelijk informatie met ze delen zonder dat jij elke stagebegeleider moet gaan mailen en zij misschien wel per dag een aantal mailtjes binnen gaan krijgen over studenten die bij jullie stage lopen. Maar je zou het ook kunnen gebruiken voor je sportteam om daar alle informatie die vanaf de vereniging komt en over wedstrijden, zodat je hier ook niet de hele WhatsApp groep bijvoorbeeld voor vol hoeft te spammen. Ik ga jullie even laten zien hoe Slack werkt. Om op Slack te komen ga je naar slack.com. Dan kom je op een website terecht. En daar kun je ook meteen inloggen. Je kunt launch Slack. Daar kom je op de editors die ik al een keer gemaakt heb. Ik zou een andere workspace kunnen joinen en ik zou een nieuwe kunnen maken. En als je een nieuwe maakt, de titel zal dan worden bijvoorbeeld MBO Mediawijs workspace.slack.com. Zo zou je hem kunnen vinden. Het fijne aan Slack is dat je dus op verschillende manieren kunt inloggen. Er is een iOS versie, er is een Android versie, er is een web-based versie. En je hebt ook gewoon de app. Die heb ik gedownload en hij staat al open. Als je Slack opent, dan zie je eigenlijk al meteen hoe het is opgebouwd. Je hebt verschillende kanalen. Je hebt kanaal algemeen, edutools, ik heb een off-topic kanaal gemaakt, een videokanaal gemaakt. Wat er fijn is aan Slack, als persoon hoef je niet deel te nemen aan elk gesprek. Bijvoorbeeld een rekendocent die hoeft zich niet in te mengen in hoe het gaat bij burgerschap en andersom ook niet. Wat je bij Slack kan doen, is dat er verschillende mensen in verschillende kanalen kunnen en ook niet. Ik heb bijvoorbeeld hier een nieuwe map gemaakt. Hier kan ik add people doen. Ik kan hier bijvoorbeeld Jeroen nog aan toevoegen. Deze add ik dan. En dan zitten wij nu met drie anderen zit ik in deze app. Waaronder Aniel en Renske zitten ook al in deze app. Nou ja, en als beheerder van de workspace kun je natuurlijk ook weer mensen verwijderen. Als deze niet meer te maken hebben met het onderwerp waar het over gaat. Nou, wat je ook nog kan doen als er mensen online zijn. Nou, en op dit moment is Renske online. Dat je ze een berichtje kan sturen. Waardoor je ook meteen even snel zaken kan regelen. In plaats van dat je het via de mail doet. En je er gewoon een tijd lang op het antwoord moet wachten. Nou, en wat misschien wel het fijnste en het makkelijkste is aan Slack. Dat het heel veel verschillende soorten apps heeft geïntegreerd, of je kunt integreren. Zo kun je bijvoorbeeld je Microsoft OneDrive eraan toevoegen, je Google Drive, je Google Calendar, maar ook je Outlook Calendar, Twitter kun je eraan toevoegen. Nou, heel veel mensen gebruiken Zoom op dit moment om te videobellen met elkaar. Ook deze kun je toevoegen, zodat je gewoon in één knop de mensen die in deze edutools Slack zitten kan bereiken. Maar ook je Dropbox, je kunt je Gmail eraan koppelen. Dus zo heel veel verschillende apps die je er nog aan toe kan voegen en je eigenlijk dus je Slack helemaal kan optimaliseren hoe je het zelf wilt. Nou, zoals ik al zei, Slack is een handige tool om te overleggen met grotere groepen. Zoals je docententeam, maar ook met teams die op afstand met elkaar werken. Je krijgt gewoon niet elke dag tientallen mailtjes met allerlei informatie. Maar wat wel handig is, dat je de kanalen waar je in zit, dat je daar een notificatie aan kan zetten, zodat je in ieder geval op de hoogte wordt gehouden als daar iets in wordt gezegd, zodat je daar ook op kan reageren. Als jullie nog meer vragen hebben, kijk dan even op de site. En jullie kunnen ons altijd mailen. Oké, hoi!